België is het land van de frieten. Onder iedere kerktoren staat er een frietkot en God zag dat het goed was. Iemand die een goed draaiende frituur had, kon vroeger steenrijk worden, maar die tijd is al lang voorbij. Elga is 78. Ze werkt nog iedere dag in haar frituur. Haar levensdoel is altijd geweest: lekkere frieten bakken. Voor de frituur haar deuren opent, is de 78-jarige Elga al aan het werk. Sinds haar man een paar maanden geleden is overleden, staat Elga er alleen voor. Dat was mijn man zijn idee voor een frituur op te doen. En hij zei dan altijd, je moet trachten de naam te krijgen van de beste frieten te hebben van Gent. Wij moeten trachten de naam te krijgen dus voor de beste frieten van Gent. Ik zeg maar, als wij verse frieten maken, dat kan niet anders zijn. Hè? Frituur Elga werd in Gent al snel een begrip. Alle dagen stonden Elga en haar man Humberto tot 5 uur 's morgens aan de frietketel. Mijn man heeft ze mij eigenlijk leren bakken. Want eigenlijk kost ik geen frieten bakken. Dat is waar, zo. Hij zegt dan altijd, van het moment dat ze niet meer aan de vingers blijven plakken, dan zijn ze goed. Ze kwamen dikwijls met 4 binnen voor een pakje friet. Dan kocht 1 in een frietje. Ze gingen er buiten van eten. En dan kwam die ander terug ook voor een frietje te kopen. Dus zo is dat altijd maar uitgebreid geweest. Tot op een gegeven ogenblik, fijn dat dat, moet ik zeggen, na 2-3 jaar liep dat praktisch niet meer leeg. Sinds haar man in de frituur een trombose kreeg en overleed, doet Elga het zware werk alleen. Voor de 78-jarige frituuruitbaatster, die altijd voor haar werk heeft geleefd, beginnen de jaren te wegen. Vroeger stond ik op, mocht ik 3 uur slapen, dat deed mij niets. Ik was altijd vol energie. Ik zeg, de ouderdom is daar. Hè. Er zijn dagen dat ik het een beetje gewaar word. Frituur Elga is open van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Elga doet al het werk alleen. Ze heeft de zaak nooit willen verkopen. Zelfs 10 jaar terug kwam ze je vrouw voor de zaak over te laten. Nooit, nooit gewild. Nooit gewild, want mijn man zegt dat we zijn niet van zin van te stoppen. Hij zei, voelen wij ons goed hier? We hadden zelfs gezegd dat we in ons frieten gingen sterven. Maar op de lange duur wordt dat toch gewaar. Hè? En dan begin je toch al een beetje na te denken en af te vragen of dat eigenlijk wel nodig is. Zo. Verleden jaar hebben we besloten van te stoppen. Van dit jaar. Maar ondertussen is mijn man gestorven, dus. Ik was tevreden dat we eindelijk een keer tezamen een beetje zouden kunnen rusten. En een klein beetje nog genieten van het een en het ander. Maar dat heeft niet mogen zijn. Elga heeft geen opvolger. Haar dochter weet hoe hard het leven van een frituuruitbater is en ook het nachtwerk ziet ze niet zitten. Nou, je zit hier. Ik ben meer aan het werken voor het moment dan iets anders. Dus voor het moment gaat ze niet buiten voor boodschappen gaan doen. Ze kan een keer niet buiten gaan voor te gaan eten. Zo sinds dat mijn vader gestorven is. Dus voor het moment profiteert ze helemaal niet. Dus ik zal echt blij zijn als ze stopt. En kan dan misschien eens een keer tijd vinden voor een keer naar het graf van mijn man te gaan of zo. Ik heb nog niet dikwijls kunnen gaan. Ook Humberto heeft tot zijn 78ste in de frituur gestaan, maar hij is erin overleden. Samen met hem werken was voor Elga het allermooiste. Alleen achterblijven is moeilijk en het werk is zwaar. De frituur ben ik niet moe, maar ik ben moe zelf. Het is daarom dat ik stop. Want ik heb er over nagedacht. Hè. Ik zeg, zou ik toch voortdoen? Alleen, maar alleen is het. Het is te zwaar nu. Moest ik veel jonger zijn, maar ja, gelukkig ben ik nu al wat ik ben, wat ik ben. Intussen blijft Elga frieten bakken voor haar veeleisende klanten. De nachtelijke bezoekers komen wanneer ze honger hebben. Elga staat altijd paraat. Ik werk 's nachts voor de mensen die dus erop rekenen.
zeggen, nou, is het altijd open. En het is er goed. Als je 2 maanden weg geweest bent en je komt terug, frietjes mist overij. Ik heb al zeer lang mijn zoon beloofd van dat moet je meegemaakt hebben, frieten bij haar halen. Ja. En hij zegt er al jaren en maanden voor. En het wordt wel tijd dat ik dat nu doe met hem of je bent gesloten. Dus hoe lang zit je nog concreet over? Dat ik dat niet kan zeggen. Dat kan is nog dat? Zijn. Dat kan nog. Je blijft tot wanneer het langste dat blijf. Het langste dat ik blijf is september. We zijn in mei. Oh ja, dan heb ik nog tijd. Het is goed. Nu komen ze zeggen dus dat dit een spijt. Het spijt mij dat je gaat stoppen. Wij gaan me nu missen. En gaat het niet een beetje langer uithouden? Ik zeg nee, nu van deze keer is het stop. Ik vind dat alles zijn tijd heeft. En Elga heeft haar tijd gedaan. Allee, ik kom hier al 20 jaar, denk ik, van het begin dat ik in Gent woon. En ja, alles heeft zijn grenzen. In groei en in tijd. En ze heeft dat goed gedaan. Hè? Dus ze mag stoppen. Als er één iemand is die dat mag beslissen, is ze het. En zo gaat het tot 5 uur 's morgens. Er is werk voor 2, maar Elga is alleen. Ze denkt nog vaak aan Humberto. En de klanten ook. Sorry voor uw man. Oh ja. Ik wist dat dus niet. Ik heb een kaartje gekregen van zus. Ik vind het een formidabel kaartje. Ja, het was mooi, hè? Zeer mooi opgesteld. Ja, ik vond het ook. Ja, zeer mooi. Nou ja. Hi. Salut. Salutjes. Waar, hè? Waar, hè? Ik wil je niet meer zien. Mensen. Ook zo weer. Ja, het is klemd, hè? Er zijn er veel die zeggen, als je binnenkomt, de tijd staat stil. Mijn gedacht is, diegene die dat overneemt, het zou wel slim zijn, moest het later gelijk of het is. Voor die sfeer niet te breken. Gent wordt wakker wanneer Elga sluit. De oude vrouw is moe, maar ze wil nog even over Humberto praten en over hun levenswerk. Want wij mogen doen hetgeen dat we wilden. Hetgeen dat we graag deden. Dus dat is eigenlijk een droom verwezenlijken. Al is het ook maar eenvoudig geweest, dan. Iets eenvoudig, hè. Goeie frietjes maken. Ik zat me te afwachten wat het gaat zijn. Zonder de frituur. Zou het wel moeten gewoon worden, hè. En als het moest open blijven, zou ik toch wel een keer langs hier gaan komen. Van tijd tot tijd. Als er iemand anders in de plaats is die het voortdoet. Ik zou wel mijn klanten willen bedanken voor al die jaren trouwheid. Voor al die jaren dus dat ze bij mij geweest zijn, om mijn frietjes. En ik zal wel proberen, als het dus overgenomen wordt van iemand die dat voortdoet, van dus, dat hij dezelfde frieten gereed maakt als ik. Want ik zal het hem leren. Hij of zij, dus gelijk. Dat de traditie er een beetje in blijft. Mogen de 78-jarige Elga een voorbeeld zijn van beroepstrots voor alle frituristen van Vlaanderen en een levend bewijs dat wie van zijn werk houdt niet hunkert naar een vervroegd pensioen.